Yo, dap gasten, welkom bij een nieuwe Bario Movie. Vandaag wil ik met jullie gaan hebben over mijn jeugd. Want zoals heel veel van jullie wel weten, was mijn jeugd heel moeilijk. Want ik heb namelijk gewoon een goede, gezonde, leuke jeugd gehad met allebei mijn ouders, mijn broers. Maar er was één ding wat niet klopte aan mijn jeugd. En dat was dat het de jaren 90 was. De kinderen van vandaag de dag, die zijn zo verwend dat mijn jeugd een heldendoor begint te worden. Daarom wil ik het vandaag met jullie gaan hebben over 25 hatelijke dingen aan mijn jeugd. Vroeger was je altijd vastgebonden aan de telefoon. Nee, we hadden niet allemaal mobiele telefoon. Onze telefoons van vroeger hadden allemaal een draad. En met dat draad kon je niet verder dan 2 meter van de oorspronkelijke plek waar de telefoon zat vandaan. Daarnaast komt er ook nog een keer bij dat heel veel van die draden rond waren. En dat was heel erg kut, want als één van die kleine rondjes verkeerd zat, zoals op dit plaatje, dan was je een uur bezig om dat draad uit de knoop te halen. Vroeger hadden we geen e-mails. Nee, we moesten echte postkaarten versturen. We konden ze niet vormgeven op internet en op verzenden. En de klikken, nee, helemaal tijdens kerstmis was dat een complete ramp. Alle familieleden moesten we persoonlijk een brief gaan schrijven. Stel, je kwam een heel leuk meisje tegen en je hebt haar telefoonnummer geregeld. Jammer, daar houdt het dan ook op. Want stel dat je haar opbelt, dan is de kans heel groot dat haar vader opneemt. En dan zit je ook met je bek vol tanden. Wat moet je dan zeggen tegen haar vader? Hallo, ik wil je dochter neuken. Dus ja, dan ga je maar niet bellen, hè. Vroeger wou gewoon iedereen alle Pokémon's, Flippo's, Knikkers, Beyblades hebben, wat er maar was. Alleen wij konden niet stiekem bellen naar de Habbo Credits bestellijn voor extra credits of Flippo's of wat dan ook. Nee, wij moesten het echt allemaal zelf kopen in de winkel. Vroeger ging je een uur lang naar de radio luisteren, omdat er één liedje was wat jij op je mixtape wou hebben. En dan zat je bij je radio, je wacht op het nummer, klikt op record en op het einde praat de DJ door je favoriete liedje heen. En kan je opnieuw een heel uur gaan wachten op je favoriete liedje die je wil opnemen. Maar toen we konden gaan downloaden, moesten we nog een keer heel selectief zijn in wat we gingen downloaden. Want je had maar 256 MB op je MP3 speler. Dat betekent dat je minder dan 100 nummers op je mp3-speler kwijtkomt. Vroeger hadden we natuurlijk niet zo goed internet als nu. En dat betekende dat we voor werkstukken naar de bibliotheek moesten om van ons eigen geld boeken te huren om dat werkstuk van te schrijven. Stel dat je vroeger wou gaan spelen op je Game Boy Color, dan moest je eerst 500 keer blazen in het schijfje voordat je kon gaan spelen met het spel. Laat staan dat je dan nog een keer op de computer 5 CD-ROMs moest installeren voordat je het spel kon gaan spelen. Vroeger hadden we natuurlijk hele grote camera's. En je maakte een foto en je moest het fotorolletje inleveren op blind geluk dat de foto als goed gelukt waren. Je betaalde je helemaal scheef aan het ontwikkelen van alle foto's. Het was echt belachelijk. Er gaan mythes de ronde dat porno vroeger niet gratis was. Nee, je moest ervoor betalen voor die ene porno-videoband. Of je moest elke vrijdagavond kijken naar SBS6 voor je pornofilm. Of naar Sexcetera op tv. Heb ik gehoord via mensen. Ik weet het niet zeker. Ik kijk geen porno natuurlijk. Nee. Wij hadden geen autocorrect. Nee, dames en heren, wij hadden woordenboeken. Op de basisschool was ik geweldig goed in één ding waar ik later mijn beroep van zou maken, namelijk rekenen. Ja, en een paar jaar later waren daar gewoon gratis rekenmachines overal te vinden. Dus ja, dat was ook weer zinloos rekenen. Omdat downloaden vroeger altijd heel langzaam ging, moesten wij altijd videobanden huren. En dan had je die videoband gehuurd, je deed hem in je videospeler. En dan was de persoon voor jou vergeten om dat ding terug te spoelen naar het begin. We hadden geen menu, we hadden helemaal niks op die videobanden. Nee, je moest een uur lang terugspoelen naar het begin. Als vrouwen mooie kleren dragen, dat zweer ik het je, dan worden hun zelf ook veel mooier. Alleen in mijn jeugd was het redelijk populair voor vrouwen om overals te dragen met hele wijde broekspijpen. Het zag er niet uit. Een soort lesbische Super Mario. Misschien hadden de vrouwen wel gekke kleren aan, maar de mannen in mijn jeugd, die hadden pas hele rare haarstijlen. Je werd ofwel spikes, ofwel geblondeerd, of je had een matje, of de allerlaatste optie, dat was gewoon gabbertje. Helemaal kaal. Het snoep in de jaren 90, dat was niet iets voor 1 minuut, niet eens voor een kwartier, meer voor een uur, 2, 3, 4, 5 uur. Serieus? Dat snoep, daar kon je een dag mee doen. Vroeger had je geen geld of een Facebook-status om populair te worden op school. Nee, je moest gewoon een glimmende Charizard, de gele Knex-doos of die hele mooie tekendoos hebben. En voor de vrouwen was de regel, je moest de mooiste Diddle-plaatjes hebben. Ik snap dat nog altijd niet. Eerder zat iedereen bij zijn brievenbus te wachten op de tv-gids. Want als je de tv-gids niet had, dan wist je niet wat er op tv zou komen voor de aankomende week. Stel dat mijn vader op internet zat, dan kon ik zelf niet gaan bellen. Ook niet dat ik wou gaan bellen, want ik was altijd bang als ik thuis aan bellen was dat mijn vader mee zou luisteren via de andere huistelefoon. Batterijen! Alles in de jaren 90 draaide om batterijen. Alles had batterijen nodig. Hoe dan ook, batterijen. Ik weet niet hoeveel mensen ook bekend waren met het schrijven van een S. Namelijk deze S. Ja, zeker, dit was een ding wat rond werd gepaasd in mijn jeugd. En als je dat niet kon, dan was je best wel een loser.
Eerder was het zo dat iedereen op een bepaald moment wel een keer een zwerver werd als je een kwartje nodig had om te gaan bellen met een of andere openbare telefooncel. Ja, vroeger gebeurde er wel eens iets wat belachelijk was. Heel veel mensen zullen dat niet kennen. Nee, vroeger werd je nog wel eens verdwaald. Jazeker, je kon verdwaald raken. Je had geen Google Maps of wat dan ook om je te redden. Hoogstens had je een of andere uitklapbare kaart bij je die niet meer dicht kon klappen. Voor de rest, je raakte verdwaald. Eind jaren 90 gebeurde er iets revolutionairs, namelijk de allereerste mobiele telefoons kwamen uit. Ook van Nokia, en als je die liet vallen, ja, dan was hij gelijk kapot. Nee, niet de telefoon, ik bedoel je vloer. Je vloer was gelijk kapot. En bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video op jouw beeldbuis. Pak vooral de link hierboven en stuur hem vooral door naar al je vriendjes en vriendinnetjes. Via Twitter, Facebook, Skype of verzinnen maar. Pak gewoon de link hierboven en stuur hem door. Want laten we eerlijk wezen, iedereen herkent wel iets uit deze video wat bloedirritant is van vroeger. Geef vooral een duimpje omhoog, oftewel een blauw duimpje. En laten we afspreken dat ik bij 10.000 blauwe duimpjes volgende week weer ben met een nieuwe top 25. Deal? Wil je meer van mij zien? Dat kan. Klik hier beneden vooral op abonneren. En aankomende zondag ben ik weer met een nieuwe 10 Don't. Dus klik vooral op abonneren hier beneden en bedankt voor het delen, jongens. En ik check jullie later!